Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft maandag de 8e plenaire vergadering gehouden met de districtscommissarissen en hun staf. Het doel was om te komen tot eenduidige afspraken over het aanwerven en trainen van colporteurs. De aanwerving van de colporteurs zal via een sollicitatieprocedure geschieden. De sollicitatieformulieren voor geïnteresseerden zijn beschikbaar op alle districtscommissariaten. De colporteurs zijn belast met de distributie van de oproepingskaarten. Hiervoor worden sollicitanten aangenomen om de functies van hoofdcontroleur, controleur, de colporteur en ook de resortleider te bekleden. De oproepingskaarten zullen per district van kleur verschillen en worden in de periode 6 tot en met 18 april 2020 uitgeprint en afgegeven aan de vertegenwoordigers van de diverse districtscommissariaten. De colportagewerkzaamheden vangen aan op 24 april aanstaande. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft het parlement maandag geïnformeerd over de financiële zaken van het Staatsziekenfonds, het SZF. De bewindsman ging in op de vraag of de achterstanden van de ziekenhuizen zijn ingelopen. Bij het SZF is geen brief bekend van een openstaande schuld van 300 miljoen SRD. Niet van de ziekenhuizen individueel en ook niet vanuit de Nationale Ziekenhuisraad. De laatste meeting met NZR dateert van vroeg in 2019. Het SZF en de ziekenhuizen zijn wel in een matchingprocedure om gezamenlijk vast te stellen of er eventuele verschillen bestaan in de declaraties en de afhandeling. De afhandelingen. Vraagstelling hoe SZF-verzekerden zonder bijbetaling hun zorg gegarandeerd kunnen krijgen. Indien een SZF-verzekerde zijn eigen bijdrage niet kan voldoen, kan hij zich hiervoor wenden tot het ministerie van Sociale Zaken. Afhankelijk van de bevindingen van voornoemd ministerie wordt de mate van ondersteuning vastgesteld. De minister geeft verder aan dat de jaarrekeningen vanaf 2012 tot 2015 zijn geverifieerd door een accountant. Die zijn door het bestuur van het SZF ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de jaarrekening van 2018. Over financiering van onroerende goederen en de huisartspraktijken legt minister Elias uit dat voor wat betreft de onroerende goederen die zijn gekocht door een dochteronderneming van het SZF genaamd Methulp via financiering bij een commerciële bank. Aangezien Methulp NV recent bestaat zijn er nog geen jaarrekeningen daar, maar die zullen er zeker komen. Volgens cijfers van het SZF is er geen schuld bij de dialysecentra. Er is wel een dispuut over een verhoogd tarief waarbij het verschil nog in der minne moet worden geschikt. Er is ook een vraag gesteld over klantvriendelijkheid van de arts. Of dat is opgenomen in de nascholing. Het is niet opgenomen, maar het ministerie gaat ervan uit dat als je eet aflegt, dat je een patiënt naar behoren behandelt. Er is wel een nascholingstraject waarbij de arts aan een aantal punten moet behalen alvorens hun praktijk wordt goedgekeurd om dan weer 3 jaar verder te gaan. Geen geld, geen operatie, mag het wel. Natuurlijk mag dat niet. Zorg is een plicht van ons allen. En als er zorg gevraagd wordt aan de zorgaanbieder, zal de zorgaanbieder daaraan moeten voldoen. Samenstelling van besturen.
Het staatsziekenfonds heeft een stichtingsbestuur dat door de regering wordt benoemd.